de laatste maandagmarkt? Nou, voorlopig nog niet. We gaan sowieso tot 20 januari door. Met goedkeuring van de gemeente. En dan komt het voor de commissie. En dan krijgen we te horen of het echt definitief is of niet. Maar wat ons betreft, wij willen gewoon doorgaan. Ook voor onze klanten, want we staan al zo lang op de markt. We willen niet 1, 2, 3 erbij neergeven. En we staan voor onze kost. Het is onze broodwinning. Dus... Ik sta hier ongeveer 25, 30 jaar. Ik heb toch een klantenkring opgebouwd. Wat toch bij me komt kopen. En de mensen vinden het ook vervelend. Maar ook de winkeliers vinden het vervelend. Want we trekken toch volk naar de stad toe. Jammer, want het is een aanwinst voor Tiel. En wij als HEMA vinden dat natuurlijk prima dat hij hier voor de deur ook staat. Trekt de mensen en het is nog steeds een aanwinst voor Tiel. Dus ik ben er tegen, hij moet blijven. De markt gaat verdwijnen, wat vindt u daarvan? Dat vinden we vervelend, heel vervelend. Waarom? We staan hier al op de maandagmarkt, zeker al 34 jaar. En we kunnen toch nog altijd goed onze boterham verdienen. En het is eigenlijk een beetje het idee van de gemeente die daarachter zit. En de markt gewoon weg kwijt wil. Ja. En er komt 20 januari is er een hoorzitting en die wachten we af. We moeten gewoon weer een grote sterke markt worden zoals die vroeger was. Vroeger was die helemaal tot aan de waterpoort. Het was een enorme markt. En met een uitsterfbeleid, ja, heb je dit als gevolg. Als er geen nieuwe kooplui meer mogen komen, dan houdt het op. Het is wel een lieve meneer. Dank je wel, mevrouw. Fijne jaarwisseling. Ja. Ik groet u. En ik wens de fotograaf een heel goed lieve jaar. Ja. En u ook. Die gaat televisie. Ja. Dag hoor. Succes. Tot ziens.